Oké, dan gaan we nog een deze keer een rondeapparaat in perspectief proberen te tekenen. En wat ik altijd aanraad, ga maar eerst voorstellen. Hier heb ik een klein tekeningetje maken. Kan je dunnere of dikkere ellipsjes tekenen. En dan bijvoorbeeld dit wordt een apparaat met zo'n bolle onderkant. Kan je voorstellen? Ja, hier kan ik nauwelijks iets bols daaronder tekenen. En dan kan je meteen ook een schaduw daaronder zetten. En eigenlijk maak je een soort van mini-schetsen, ja? Waar je mee gaat uitpuzzelen hoe dat eruit zou zien. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een display en weer zo'n ronde knop. Ja, in die zijkant dan zie ik heel weinig. En als het een beetje die kant ligt, dan wordt het meer zichtbaar. Ja, ik weet niet hoeveel jullie hiervan zien, maar dan ga ik het dan in groot doen en dan ga ik weer de ovaal tekenen. En dan, ja, het moet een beetje vlot weer. In één keer zetten we daaronder de schaduw. Hier komt het scherm. En we willen eigenlijk meer de buitenlijn volgen, dat het een beetje dikker wordt. En dat gaat het worden, ja? En ja, als het niet lukt in één keer, dan gaan we maar meerdere keer proberen. En nu ga ik hier de buitenrand omheen. Dat doe ik met SC3. En dan die lijn. Dan kan ik ook een beetje de schaduw eerst met licht doen. En dan zie je heel mooi welke kant wij willen gaan, ja? En we willen hier eventueel een beetje dubbele rand, dus dan zetten we daar nog heel snel een grote lijn bij. Nou, misschien werkt het toch niet zo goed. Laten we dat even liggen, ja? En wat je wil graag met zo'n product, als je hebt iets van een half bal. Ja, kan je hier uitproberen dat ik zet hier zo'n vlekje en daar zo'n vlekje. En daardoor krijg ik het gevoel van dat het, ja, hoe het licht valt, het vertelt hoe de vorm loopt. Ja, dus ga ik hier zo'n half maantje tekenen. Jup. En dan naar vier die kant terug. Een beetje reflectie. Hier bij de deuk zet ik zo een beetje. En dan gaat het een beetje in de richting die we mooi vinden. Ja, en om dat nog een beetje beter te krijgen, ga ik hier de buitenkant met een C5 pakken. Want dan gaan we richting donkerder en donkerder, ja. En hier ook de C5. En nou, dit is werkt. Dan zet ik hier nog met de C5 1 vulletje. En daar misschien ook nog eentje. Dat weet ik niet. Hier eentje. Om dat nog een beetje te doen. Maar ik wil eigenlijk dat de onderkant wel een beetje lichter wordt. Want dan krijg je een beetje het gevoel dat je krijgt reflectie van de grond. Hier ga ik het ook nog een keer laten zien. Is wel belangrijk dat hier deze donkere vlekje, die gaat niet helemaal tot de schaduw, maar hier komt een beetje licht daartussen. Ja, dus ik zet het net een beetje boven. Hier ook, zie je? Hier is een lichter stukje. En die zorgt ervoor dat de contrast krijg je met de schaduw. En daarom komt het hele product een beetje los van de papier. Ja? Nou, dan moet ik hier de beeldscherm een beetje beeldschermachtig maken. Dat ga ik een beetje ook uitproberen nog een keer, want ik ben er heel onzeker over. En ik wil het niet kapot maken. Dus wat ik denk wat goed zou zijn om hier. Ja, dit loopt zo. En dit doe ik nog eerst met SC3. En dat heb ik nu hier een beetje licht, maar misschien zou het goed zijn om daar ook een beetje donker lijnen te reflectie te zetten, dat je ziet meer dat dit een
beeldscherm zo zijn. En één keer zo. Mijn god, ik had C8 gepakt in plaats van C5. Ja, zie je? Dan is het goed om uit te proberen. En dit is 3. En waar is mijn 5? Waar is mijn 5 ontsnapt? Oh, kijk, dat is daarachter, ja? Nou, dan nog een probeersel. Dan gaan we dat hier uitproberen. Hier is de bovenkant. En dan pakken we 3, 2, 5. Ja, volgende keer opletten. Hè. Dan zet ik hier ook nog een beetje dicht. En dan zet je vaak een dunne lijn daarnaast. Die zorgt ervoor dat het niet zo sterk eruit ziet. En dan nu met de 5. Ga ik overheen. En ja, ik denk dat dit zou wel kunnen. Zoiets. Oké, ja, nou. Een beetje uitgeprobeerd. Pakken we weer de 3 eerst. En ga ik hier zo een lijntje zetten. Oké. Dat is wel wat geworden. Hier nog een dunne bij. En dan met de 5 nog een keer. Hier ook de rand een beetje pakken eerst. Dus je moet hier niet eens te veel willen. Alleen maar 2 dunne lijnen hier. Ja. Ik vind het meer dan genoeg. Je moet altijd weten wanneer moet je stoppen met mijn schetsen. Ga je te ver en dan... Nou, in tijd wordt het alleen maar erger. Ja? Nou, en dan hier moeten we dan weer verzinnen wat daar overkomt. Display. En zetten we weer. 12:22 zet ik altijd op. Ik weet niet waarom, waar die vandaan komt. Eerst met de potlood, dan kan je eventueel corrigeren. Nou, dat is goed genoeg volgens mij. Dan nu. Met de pen. Ja, en dan lijkt dat er iets op de display staat. Dus dan is het echt een mooie ronde productje, ja? En met een bolle onderkant in dit geval. Dan wil ik verder gaan, maar dat wordt een volgende video.